Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de interlandperiode en natuurlijk in speelronde 5 van de Eredivisie. Nederland won allebei de wedstrijden. We wonnen thuis met 3-0 van Griekenland en uit wonnen we met 1-2 van Ierland. Dus we gaan het EK wel halen, denk ik. In de Eredivisie gebeurde het volgende. Feyenoord won maar liefst met 6-1 van Heerenveen. Vitesse RKC werd 0-2. Fortuna tegen Volendam werd 3-1. PSV won met 4-0 van NEC. Heracles verloor van FC Utrecht met 1-3. De IJsselderby werd 1-1. Excelsior Almere City werd 0-0. Twente won met 3-1 van Ajax. En AZ won met 2-0 van Sparta. Dan is dit op dit moment de ranglijst. PSV, AZ en Twente zijn nog ongeslagen met 12 punten. Feyenoord op de vierde plek met 11 punten. Fortuna op de vijfde plek met 9 punten. Sparta staat zesde met 8 punten. Go Ahead Eagles en Pek Zwolle hebben 7 punten. Heracles, Excelsior en Heerenveen hebben 6 punten. Ajax op de 12e plaats met 5 punten. NEC staat 13e met 4 punten. Vitesse, Utrecht en RKC hebben 3 punten. Almere City heeft een eerste punt binnen, staat op de 17e plek. En onderaan staat Volendam met 0 punten. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Het is een top 6 geworden omdat er heel veel mensen op de 7e plaats staan. Amersfoort Power staat nog steeds bovenaan met 48 punten. Daar komen Thomas en ikzelf met 43 punten. En Mikey, Martin en Sven hebben 42 punten. Colino was deze keer de weekwinnaar. Gefeliciteerd. De wedstrijden die we gaan voorspellen, dat zijn de wedstrijden voor de Europese toernooien. De Champions League, de Europa League en de Conference League. In de Champions League neemt Feyenoord het op tegen Celtic en Arsenal neemt het op tegen PSV. In de Europa League krijgen we Ajax tegen Olympique Marseille. En AZ neemt het op uit tegen Zrinjski Mostar. En in de Eredivisie breekt speelronde 6 aan. Go Ahead Eagles ontvangt Fortuna Sittard. Volendam thuis tegen Heracles. NEC in de Goffert tegen FC Utrecht. Almere City ontvangt PSV. Heerenveen speelt thuis tegen Excelsior. Sparta op het kasteel tegen Vitesse. Ajax neemt het op in de klassieker tegen Feyenoord. Pek Zwolle ontvangt AZ. En RKC speelt thuis tegen FC Twente. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.